We hebben heel schat met één ding en dat is voetballen. En morgen staat er weer een wedstrijd op programma. Dus. Je hebt al heel veel gespeeld dit seizoen. Had je dat verwacht van tevoren? 5 wedstrijden, ja. Zeker toen ik hierheen ging, ging ik daar met één doel heen. En dat is voetballen en winnen. En, het voetbal is gelukt, alleen het winnen dat is nog te weinig. Hè? Hey, en je hebt in het verleden veel last gehad van blessures. Hoe is het nu met je? Nee, gaat goed. Ik ben gewoon wel zuinig op mijn lijf natuurlijk. En, maar het gaat goed, dus dat is geen enkel probleem. Nou, morgen tegen Sittard. Wat verwacht je ervan? Ja, weet ik eigenlijk niet zo goed. Fortuna, ja, ik ken niet zo heel veel spelers daar, dus we moeten ze nog analyseren. Alleen dat zal wel loslopen. Ik bedoel, ik verwacht altijd lastig, want het is weer een uiterstrijd. Het is niet makkelijk, het is op veld geloof ik, dus dat is altijd weer even wennen. Maar ja, we gaan wel voor de winst. Zijn gewoon weer in de basis? Weet ik niet. Ik heb daar niks over gehoord, maar als ik de training vandaag zie, dan lijkt het er wel op, ja. Hey, en tot nu toe heeft Dordrecht is nog niet heel erg goed begonnen aan het seizoen. Wat verwacht je van dit seizoen? Nee, ja, niet goed begonnen. We hebben 6 punten. En als je kijkt op papier, hebben we natuurlijk wel ook lastige wedstrijden gehad. En het is zaak voor ons om een goede serie neer te zetten. En dat we daarmee lekker meedoen bovenin. En ik verwacht ook dat we dat kunnen. Alleen, uiteindelijk gaat het erom dat je het ook laat zien. En ook doet op het veld. En, ja, dat is voor ons een hele taak, een hele klus. Maar ook een mooie uitdaging. Hey, en op de trainingen ben jij natuurlijk een van de meest ervaren spelers. Merk je dat jij de jonge jongens een beetje kan coachen? Nee, tuurlijk. Kijk, er zijn heel veel jonge jongens. En het mooie is dat ze heel graag willen luisteren, willen leren en beter willen worden. En dat is heel makkelijk voor mij om daar wat mee te doen. Ik bedoel, ik zie dingen die zij misschien nog niet zien of nog niet hebben meegemaakt. En dan kan ik daarop aansturen. En dat is fijn dat die jongens daar zo goed mee omgaan. En dan is het ook lekker trainen, moet ik zeggen.